TBN Prime Alert is er op deze woensdagmiddag ook getogen naar de Sriram Mandir op het Doekie project. Want bij verschillende mandiers in geheel Suriname wordt vandaag Tulsi Das Dag gevierd met herdenking aan de dichter Tulsidas. Over de diepere betekenis van deze dag spraken wij met de heer Jagru, die er dan veel meer over vertelt. We ontmoeten hier ook de Rupa Londakenaj en wij vroegen dan ook aan hem wat zijn rol, wat zijn bijdrage dan ook is bij de viering, herdenking van Tulsidas. Mijn naam is Jagru Shailendra en ik ben vandaag hier samen met mijn leden in verband met het geboortedag van Sri Tulsidas Ji Maharaj. En wat hebben jullie gemeend? Hoe gaan jullie invulling geven aan de dag? Het is namelijk zo dat het de 526e geboortedag is van Sri Tulsidas Ji. Wie is Tulsidas? Tulsidas Ji is een dichter geweest en hij heeft de Sri Ramcharitmanas geschreven. Vertaald, laat mij zo zeggen. Sri Ramcharitmanas is geschreven, of laat mij zeggen, geschreven door verschillende mensen, onze rishis en een van ze was Sri Valmiki Ji. En hij, Sri Tulsidas Ji Maharaj, heeft de Ramayana vertaald vanuit zicht van Sri Valmiki Ji in het normale bhasha, laat mij zeggen de Avadhi bhasha. En Sri Tulsidas Ji, hij heeft het voor ons veel makkelijker gemaakt, zodat wij het makkelijker kunnen begrijpen en lezen. Sri Tulsidas Ji is een van de dichters die niet alleen zich heeft gespecialiseerd. Dus hij heeft gespecialiseerd in Sri Ramcharitmanas, maar wat betreft zijn achtergrond, hij heeft meer dan dat. En wij weten, binnen de Sanatan Dharma, weten we, het meest gebruikte geschriften zijn de Bhagavad Gita en de Sri Ramcharitmanas, de Ramayana. Wij kennen allemaal de Ramayana-serie en wij hebben een heleboel daaruit kunnen leren en wij leren nog steeds. Het is ook zo dat wij vandaag hier zijn, dat wij ongeveer een jaar al bezig zijn met het lezen, reciteren van Sri Ramcharitmanas. En het wordt gedaan door verschillende mensen, de leden, die, laat mij zeggen zo, het is een samaj geworden. Dat wordt de Buddhavar Ramayan Samaj genoemd. En wij komen elke woensdag bijeen en wij zitten een uur, laat mij zo zeggen, anderhalve uur, waar wij dan het lezen, de Dohas en de Chaupais lezen. En daarna geven wij feedback, we praten over de earth, we praten over wat het inhoudt, wat de chaupais inhoudt, wat de dohas inhoudt. En wij hebben een begeleider waar de panditji ons verder begeleidt en ons in de diepte in de materie gaat, om ons uit te leggen wat er allemaal inhoudt. Mm-hmm. En vandaag is het 526e jaar, geboortedag van hem. Wij hebben deze dag dan met een programma samengesteld waar er een thema aan gekoppeld is. En dat thema is de vier siddhants van Sri Sanatan Dharma. Sri Sanatan Dharma heeft vier, laat me zeggen, de Sanatan Dharma is een levenswijze en wij leren heel veel eruit. En de siddhants, dat zijn 1. Avatar. Avatar wil zeggen incarnatie van Sri Bhagwan Ji. Zoals wij weten, Sri Ram Ji is een incarnatie van Vishnu Bhagwan. Daarna hebben wij Murti Pujan, wij vereren beelden. En dan hebben wij Shraddha. Shraddha betekent het vereren van onze voorouders. Dat doen wij, de devotie. Dus niet alleen devotie aan Bhagwan Ji, devotie aan Murtis, maar ook aan onze voorouders. Want wij moeten hun dankbaar zijn dat we hier vandaag zijn. En dan hebben wij ook
de Varnavivastha. Varnavivastha betekent het kastenstelsel. Dat hebben wij. Dus deze vier wordt vandaag volgens de Sri Ramcharitmanas belegd. En er zullen dan vier verschillende sprekers zijn die hierop in zullen gaan. En aan de hand van de richtlijnen van Sri Ramcharitmanas zal deze vier aspecten belicht worden. En dus we hebben dan het programma gekoppeld met Ramayana, Sohar en Khajri erbij. Ja, en het is er, en het is er de eerste keer of wordt dit jaarlijks gevierd? Voor de Buddhavar Ramayana Sangh is het de eerste keer. We zijn heel jong begonnen, laat me zeggen heel klein, met een kleine groep. En nu zijn we waren begonnen met, laat me zeggen, 9 tot 12 leden, mensen. En langzamer is het gaan groeien en waar we nu zijn met ongeveer 22 mensen. Mm-hmm. En het is helemaal nieuw voor ons. Dit is de eerste keer wat wij op deze manier het doen. En wij zullen het zeker vervolgen. Om deze dag, de geboortedag van Sri Tulsidas Ji Maharaj, te vieren. Omdat het een ode naar hem toe is. Want wat hij voor ons neergepend heeft, is heel, we moeten hem heel dankbaar zijn. Dat wij, zij die de Sanskriet niet zo machtig zijn. En velen, wij weten, wij mensen zijn in Suriname die de Hindi machtig zijn, de Hindi. Hindi lessen volgen en daar is het makkelijk om die Sri Ramcharitmanas te lezen. Wat is de belangrijkste boodschap dan op deze dag? De belangrijkste boodschap uit, laat mij zeggen, wanneer we praten over Sri Tulsidas Ji Maharaj, dan praten we sowieso over Sri Ramji. Sri Ramji, hij is op aarde gekomen, geïncarneerd en hij heeft ons een levenswijze geleerd, hoe wij kunnen leven, de manier van leven. Wanneer wij kijken, wanneer wij praten over Sri Ramji, dan praten we niet alleen over Sri Ramji. Daarin komt Ramji, Lakshmanji, Sita Mata en Hanumanji. Maar we weten allemaal, wanneer we iemand verwelkomen, het eerste wat wij zeggen is Ram Ram. En soms is het ook zo dat wij praten over Jai Sri Ram of Jai Sia Ram. Mm-hmm. En Jai Sri Ram weten we allemaal wie dat altijd zei. En dat is Hanumanji. En Sia Ram, Jai Sia Ram. Die band tussen Mata Sita en Sri Ramji. Dat is die liefde. Want laten we eerlijk zijn. Kijk, als zij die het weten. De ontvoering door Ravan. Waar het plaats heeft gevonden. En tot waar Sri Ramji heeft gelopen. Om Mata Sita te bereiken. Wij weten allemaal de afstand van als we even gaan kijken, als we even googelen, dan zien we waar Lanka is en hoe groot, hoe lang zo'n rivier is. En dan heeft Sri Ramji zo'n moeite gemaakt om zijn gemalin terug te krijgen. Dus die liefde. En daarna kijken we naar Ramalakshman. Die broederschap, die liefde voor elkaar. Wij zeggen altijd, wij zijn broeders van elkaar, broers, bhai. Dus die liefde van broer zijn, broertje zijn, gehoorzamen, normen, waarden en normen, die daarin ook aangeleerd wordt. Dus dit zijn de boodschap die wij uit de Sri Ramcharitmanas krijgen. En dat geef ik ook mee. Die Siaram betekent de liefde voor elkaar. Ram Lakshman, de liefde voor twee broers, liefde voor elkaar. Dus dat is de boodschap wat ik aan u allen wil geven. Ja, en de boodschap terugvertaald naar de hedendaagse maatschappij en realiteit? Wanneer wij verbanden leggen, dan kijken we hoe het nu is. Dus daar kom ik terug op van elkaars respect, wederzijds respect. Wij moeten even gaan overwegen. Is het gaan dalen? Of is het op een bepaald pijl gebleven? Of is het bevorderd? Dus daaraan moeten we kijken. Wederzijds respect
liefde voor elkaar en die waarden en normen die wij hebben. Is het nog zo? Is het, ja, dan kom ik weer erop terug van, is het gaan stijgen? Is het op een bepaald pijl gebleven of is het achteruit gegaan? Dus laten we die liefde, die gehechtheid met elkaar hebben en zo het leven doorgaan. Want dat leert de Sanatana Dharma. De Sanatana Dharma leert jou om elkaar te respecteren, voor elkaar liefde te hebben en naar elkaar eerlijk te zijn en met leven in broederschap. Meneer Suraj Mangre, meer bekend als Rupa, u bent er op deze woensdagmiddag, ook bij de Sriram Mandir. Wat is uw bijdrage? Nou, het is mij gevraagd om Sohars te zingen en tevens ook presentatie te geven omtrent Avatar. En wat weet u zelf daarover? Dus ik ben op zoek gegaan en ja, ook met mijn kennissen, panditvrienden ben ik gaan zitten en informaties bijeengebracht, zodat ik vandaag duidelijk kan zijn voor het publiek wat eigenlijk Avatar inhoudt. Ja, en wat is een Sohar? Sohar is een heel speciale muziekstijl. En wanneer een kind geboren wordt, wordt het gezongen uit plezier. Ja. En geeft een geweldige sfeer. En de vrouwen, vooral de vrouwen beginnen te dansen. Dus het geeft je een andere sfeer. Ja. Zou je ons een dingen kunnen geven, een voorbeeld van een Sohar? Ja, zeker. Are jhulo jhulo kanhiya more he palna jhulo jhulo kanhiya he palna jhulo jhulo kanhiya he palna jhulo jhulo kanhiya more he palna jhulo jhulo kanhiya he palna he palna re he palna re he palna jhulo jhulo kanhiya हे पालना झुलो झुलो कन्हैया हे पालना झुलो झुलो कन्हैया मोरे अरे कहुआ कन्हैया के जन्मा भई है अरे कहुआ कन्हैया के जन्मा भई है अरे कहुआ पे झूले पालना झूलो झूलो कन्हैया ओहो हे पालना झूलो झूलो कन्हैया हे पालना झूलो झूलो